Mensen van het goede leven, mijn naam is Kimbel en welkom bij de Kickbox Podcast. De podcast waarin ik je alles vertel over de events en de vechters omtrent kickboxen. Voor iedereen die de sport op de voet volgt of af en toe kijkt. Het heeft even geduurd voordat ik weer terugkwam met een nieuwe podcastaflevering, maar vandaag hebben we echt een geweldige aflevering. Want aankomende zaterdag vindt Glory 80 in Hasselt plaats. En vandaag staat de podcast natuurlijk helemaal in teken van Glory 80, waarbij ik de gevechten bespreek en. En voorspelling doen. Niet alleen dat. Uh, naast Glory 80 heeft Glory ook Glory Rivals 1 aangekondigd. Samenwerking met uh, M-Fusion. En uh, die gaat plaatsvinden in Antwerpen. Dus daar gaan we ook nog even kort over hebben. Voordat ik begin, het zou top zijn als je me wil volgen op YouTube, Instagram en Twitter. Um, ja, zoals altijd daarmee help je het kanaal groeien. En dan ben je altijd up-to-date van de nieuwste podcast. Um, ik zou zeggen, laten we gelijk beginnen met de show. Yes, vandaag gaan we het hebben over Glory 80, het evenement dat aankomende zaterdag afspeelt in Hasselt in België. En jongen jongen, wat is dit een geweldige fightcard, zeg. Ja, we hebben Badr Hari, Jamal Benzidiek, Levy Richters, Tiffany van Soest, The Battle of the Turks. Ja, wat een line-up, zeg. Ja, in een bizarre plotwending is het gevecht tussen Louis Tavares en Artem Vakitov afgeblazen. Dus daar straks meer over. Maar kijkende naar de rest van de fightcard, ja, het blijft alsnog een spectaculaire evenement en... Kijk, afgelopen jaren door corona zijn er natuurlijk best wel weinig events uh, geweest uh, rondom Glory. Uh, maar de events die er zijn geweest, zijn gewoon echt van hoog niveau, gewoon echt, echt, echt geweldige evenementen. Dus ook klasse voor Robbie Timmers, uh, het hoofd van de uh, Glory matchmaking. En ja, zoals ik al zei, deze fightcard is wederom echt gewoon geweldig, spectaculair. Um, ja, we gaan ze vandaag bespreken en dan ga ik een voorspelling doen. We beginnen onderaan en we werken langzaam omhoog. We beginnen met het voorprogramma tussen Jos van Belzen uit Nederland tegen Jay Overmeer, ook uit Nederland. Ze vechten in de lichtgewichtdivisie, oftewel de 70 kg divisie. Uh, ja, zoals ik al zei, voorprogramma, uh, mooie partij om uh, het evenement mee te starten. Het zijn uh, twee Nederlandse talenten. Ja, iets wat ik ook enorm aanmoedig, die talenten moet je kweken. Gewoon laat ze lekker veel met elkaar vechten, zodat we dadelijk de sterren van de toekomst uh, binnen Glory gaan zien. Um, ten eerste Jay Overmeer. Jay Overmeer. Um, sterke vechter. Ontzettend zelfverzekerd. En uh, is ook niet voor niets een tweevoudig kampioen binnen de WFL. Ook een uh, kickboxorganisatie. Ja, hij vecht dus tegen Jos van Belze. Ja, Jos van Belze, ook echt een sterke vechter. Um, complete vechter. Echt een talent. Vecht ook al een tijdje in glory. heeft een hele typische Dutch-taal kickboxing. Um, nou, wat houdt het in? Links-rechts low kick. Combineren low kick. Altijd stoten en eindigen met een trap. Dus een beetje zoals Peter Aasen altijd deed, lekker hakken met zijn bel, oftewel zijn scheenbeen. Gewoon alles hard, alles, alles uh, met kracht. Um, ja, Jos van Belze heeft ook uh, in Glory een partij gewonnen op knockout tegen de Maaier. Tijdens Glory 65 in Utrecht. Ja, was een geweldige partij. En um, ja, en als het dan moet uh, voorspellen wie er gaat winnen, dan, uh, ja, dan ga ik ook voor Jos van Belzen. Want uh, hoewel beide vechters ontzettend goed zijn en heel veel talent hebben, um, ja, heeft Jos van Belze toch wat meer ervaring op het uh, grote podium? Maar we gaan het zien. Het wordt een mooie partij. In de volgende wedstrijd hebben we Géric Billet uit Frankrijk. Tegen Nordin Benmo uit Marokko. Wederom in het uh, lichtgewicht in de 70 kg divisie. En dit is echt een zekere partij. Ik kijk hier enorm naar uit. Dit is wat mij betreft een Fight of the Night contender. En uh, niet alleen omdat deze twee mensen met elkaar gaan vechten. maar ook omdat dit de re-entry van Ben Mo is in de Glory-ring. Om, uh, om even een terugblikje te doen. Uh, Norden Ben Mo debuteerde eigenlijk al tien jaar geleden in Glory. Hij vocht toen tegen Andy Risty tijdens Glory 2 in Brussel. Dat was in 2012. En ja, het was niet het gewenste debuut van uh, Norden Ben Mo, want hij heeft verloren van hem. Uh, ja, niks om voor te schamen, want Andy Ristie is uiteindelijk uh, Glory-lichtgewicht wereldkampioen geworden. Dus daar, ja. Kijk, als je van hem verliest, natuurlijk is verliest nooit leuk, maar. En die Rist was ook echt een ontzettend sterke vechter. Dus uh, ja, in, de, in het begin van de carrière van Norman Ben heel veel ervaring meegenomen, natuurlijk. Ja, nu tien jaar later, dus terug in Glory. Um, ja, het is een Marokkaanse vechter met, uh, uh, die in België woont. Dus wat dat betreft, hometown, uh, hometown fight. Um, en ja, waarom je eigenlijk naar Norman Ben -Mo moet gaan kijken, is omdat zijn vechtstijl super attractief is. Hij is mega agressief, gaat altijd voor de knockout. En ik denk dat de meeste Northern Ben Bembo ook al kennen van echt een crazy fight tegen Jiraiya in M Fusion. Dat waren echt knockdowns over en weer en het eindigde ook in een knockout. Het was echt een killer be killed fight, het was echt ontzettend vet. Dus dat is ook echt een partij die je zeker moet terugkijken en ik zal hem ook zeker in de beschrijving erbij stoppen. Um, ja, zoals ik al zei, thuispubliek. Niet alleen omdat hij in België vecht. Maar um, ik verwacht dat er vanwege de hoofdpartijen ook veel Marokkanen in de zaal zullen zitten. En um, ja Ben Mo gaat, gaat het publiek gewoon achter zich hebben. En ik denk dat het ook heel veel kracht kan, uh, kan geven aan jou als vechter zijnde. Um, ja, wat ik al zei: agressief naar voren. Dominerende stijl heeft hij. Um, waar hij wel een beetje op moet letten, is dat als hij eenmaal begint te knallen, als hij eenmaal begint te zwaaien met die armen. Ja, dan kan hij wel wat openingen geven. Dus dat is iets waar Gerck Billet echt gewoon op moet inspringen. Want ja, Gerck Billet, Fransman, super talentvol. Jonge gast, technisch vaardig. Vecht ook echt al een aantal jaren in glory. Um, ja, hij is super zelfverzekerd. Bijna een beetje tegen het arrogante aan. En hij heeft echt een no-nonsense stijl. Hij gaat gewoon achter je aan. Hij gaat je pakken. Hij gaat je gewoon proberen te verslaan met de knockout. Hij heeft ook een hele dominante vechtstijl. Vergelijkbaar met Niki Holtsken. Uh, voor de Nederlanders natuurlijk een oud wereldkampioen in het weltergewicht. Um, ja, hij gaat niet per se 100% naar voren, die, uh, die Gerek Belay. Maar uh, hij domineert heel erg. En op een gegeven moment dan probeert hij jou uh, de mistakes die de tegenstander maakt. probeert hij technisch om te buigen en dan de partij over te nemen. Het is ook echt een hele complete vechter. Uh, niet alleen gewoon een allround goede kickboxer, maar ook gewoon heel veel. Draaitechnieken heeft hij in zijn arsenaal. Denk aan een spinning elbow, een spinning high kick. Um, ja, hij heeft het allemaal in zich. En ook um, in, zijn, uh, in zijn debuutpartij tegen Romdane komt het ook heel erg naar voren. Um, en die partij zal ik ook in de, link, uh, in de beschrijving een uh, link van uh, toevoegen. Maar wat betreft de voorspelling. Wie denk ik dat gaat winnen? Ik denk... Uh, ik weet niet of mensen hiermee eens gaan zijn. Maar ik denk dat Geric Bile gaat winnen. En de reden daarvoor is, is dat Gerrick Blay is echt een jonge, talentvolle, hele snelle, sterke vechter. Ik denk dat hij met zijn snelheid gewoon de counters kan pakken bij Norden Bembo. Maar dan moet hij ervoor zorgen dat hij dus niet geraakt wordt. Want als Norden Bembo gaat zwaaien met zijn handen en hij raakt, ja, dan, dan wordt het wel heel zwaar voor Bley. Dus dat is iets waar hij echt op moet letten. Maar ik denk, ja, Norden Bembo is inmiddels natuurlijk ook gewoon een veteraan van het, van het vak. Uh, Gerrick Blay is natuurlijk, is wat ik al zei, een talent in het vak. Ehm... Um, ja, ik denk eerlijk gezegd dat, het, uh, dat, hij, dat hij gewoon te snel is voor, uh, voor Bemo. Um, Nou, Wat is next voor uh, Bile? Ik denk als hij de partij zou winnen, dat Koprivlensky echt een mooie partij zou om te maken. Uh, Kopri komt ook van de winspartij af. Dat zou natuurlijk, uh, is ook een, een, een meer ervaren vechter. Dus dat zou wel erg uh, tof zijn om uh, te zien, om te kijken waar Girk Bile staat in de lightweight divisie. Mocht het die Koprivlensky zijn, dan zou Luc Wielin uit. Engeland wel een mooie partij zijn... om te maken. Um, ja, what is next voor Ben Mo? Uh, ja, of, of hij nou wint of verliest... ik wil hem gewoon weer tegen Jiraya zien vechten... want dat is gegarandeerd vuurwerk. Dus dat wil ik heel graag zien. Um, mocht dat niet, die partij niet gemaakt worden... Dan, um, ja, dan zou ik hem wel willen zien... tegen Mohamed Hendouf of Bruno Gazani. zijn twee vechters die... Uh, als ik me niet vergis komen ze allebei van de verliespartij af... En, ja, zij zijn natuurlijk ook gebrand om, dan, uh, om het recht te zetten. Dus wat dat betreft denk ik dat voor Norimbeh Mo mooi is. Want dan heeft hij iemand die, uh, uh, die ook graag naar voren wil komen, die wil graag vechten. En dan krijg je ook weer een uh, vuurpartij. Dus dat zijn uh, denk ik wel mooie matches om te maken. In de volgende partij hebben we een titelgevecht. Amerikaan Tiffany van Soest neemt het op tegen Manazo Kobayashi uit Japan. Vindt plaats binnen het Bantamgewicht, oftewel de min 55 kg divisie van de Vrouwendivisie binnen Glory. En ik kijk enorm uit naar deze partij, want dit is een direct gevolg van Glory's samenwerking met andere organisaties middels Glory Rivals. Um, Manazo Kobayashi komt van de Japanse kickboxorganisatie Rise af. Dus daar, daar is ze ook kampioen. Dus het toffe is dat de kampioen van Glory een gevecht aangaat met de kampioen van Rise, oftewel. Twee kampioenen van twee organisaties clashen in één partij. En zij gaan uitvechten wie de ultieme kampioen is. Ja, dat vind ik gewoon echt een hele mooie ontwikkeling. Um, maar om over de partij zelf te beginnen. Tiffany van Soest is een vechter uit Amerika met Nederlandse roots. Haar familie komt namelijk uit Den Haag. Uh, dus dat is wel geinig. Ja, ze heeft al 14 maanden geen partij meer gehad. Ze heeft ook echt aangegeven dat ze daar wel, uh, dat ze, ja, dat ze wel van baalt. En dat ze echt gewoon zin heeft om te gaan vechten. Um, haar verstel is echt dominant te noemen. Heel erg agressief naar voren, heel technisch. Um, traint ook bij Lucien Carbine in uh, Nederland. Um, dat ga je ook terugzien in haar verstel. Ja, wat heeft ze in de tussentijd gedaan? Natuurlijk heel veel trainen. Niet alleen dat. Um, naast dat ze vechtskunstenaar is, wil ze ook graag iets met schilderkunst gaan doen. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft verf op haar vuisten, verf op haar ellebogen, verf op haar knieën, verf op haar schenen gedaan. Ze heeft een mooi canvas op een bokszak gedaan. En trappen stoten slaan, knieën, ellebogen, alles erop en eraan tegen, die, tegen dat canvas aan. Daarmee maakt ze dus mooie kunstenwerken. En uh, daarin kan ze dus haar creativiteit kwijt. Dus niet alleen een kunstenaar in de ring, maar ook nog eens een kunstenaar buiten de ring. Ja, Tiffany van Versouze is echt heel goed. Um, ja, ze heeft, heel, ze heeft die, die divisie eigenlijk helemaal opgeschoond. En ze zit eigenlijk een beetje in een vergelijkbaar pakket als Rico Hoeve. Ze is de keizer in haar divisie. En ja, er zijn niet veel uitdagingen meer binnen Glory wat betreft andere vechters. Um, dus ik denk um, dat een hele mooie samenwerking is dat RISE samenwerkt met Glory, uh, dus die komt echt als groepen, dus er heeft weer een nieuwe uitdaging bij en die uitdaging heet Manazo Kobayashi uit Japan. Manazo Kobayashi, ja wat ik al zei, een hele mooie samenwerking met RISE, is op dit moment ook de kampioen binnen RISE. Um, Hele, hele toffe vecht om te zien, maar ik moet wel zeggen, ze is wel echt een stuk minder explosief. Ik vind haar gewoon persoonlijk minder sterk dan, dan Tiffany versus. En dat heeft ook misschien te maken met dat het niveau waar uh, Kobayashi tegenover heeft staan gewoon een stuk minder hoog is dan die waar Tiffany versus heeft tegen staan. Tiffany versus heeft onder andere tegen Anissa Maxen gevochten. Uh, zij, is, zij heeft uh, Tiffany versus ook een aantal keren zelfs verslagen. Niet alleen tegen Anissa Maxen, maar ook tegen het zusje van Alex Pereira. Super sterke. Kickboxer Aline Pereira. Um, ja, gewoon vechters van hoog niveau. Um, maar goed, ik ben wel een fan van de Japanse kickboxing. En dus die, die, die samenwerking, aan zich, vind ik gewoon echt al een, een mooi gegeven. Um, en ik denk gewoon dat dit deuren gaat openen voor beide organisaties. waarbij ze dus beide kunnen groeien. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Als ik een voorspelling mag doen. Ik denk dat Tiffany van Soes gaat winnen. Nou, goed, ik gaf net al aan, gewoon een sterke vechter met. Een hoger niveau van oppositie gehad. Dus voor mij is het gewoon helder. Tiffany van Soest gaat gewoon winnen. En als ze wint, ja, dan vind ik het denk ik wel een mooie wedstrijd om te maken tegen de Braziliaan en voormalig Glory-kampioen JD Menezes. Is ook een rematch. Uh, van Soest heeft haar eerder verslagen. Maar uh, Menezes heeft zichzelf weer omhoog gewerkt door tegen andere vrouwen te gaan vechten binnen Glory. En daarvan gewonnen. Wat ook een mooie uitdaging zou kunnen zijn, is tegen de Amerikaanse vechter Becca Irwin. Ja, ze werd heel erg door Glory gepusht. En ze heeft ook haar laatste drie partijen gewonnen. Uh, maar haar laatste wedstrijd dateert alweer uit 2019, in december, binnen Glory dan. Um, maar ja, als Glory haar weer gewoon de kans geeft om te vechten, ja, dan zou ik zeggen: Ga gewoon voor die titel. Ga tegen Tiffany van vechten. En uh, ik denk dat dat uh, een partij is die ook in Amerika gemaakt moet worden. Ik weet dat Glory heel graag in Amerika voet aan de grond wil maken. Maar dit is een wedstrijd waarbij ze dat kunnen bevorderen. Uh, maar desalniettemin vind ik gewoon dat Glory zich moet gaan focussen op deze visie en echt moet gaan bouwen: nieuwe sterren creëren, nieuwe talenten groeien. Dus dat is heel belangrijk. Ja, Wat is next voor Kobayashi? Ze moet gewoon meer ervaring gaan doen uh, in zowel Rise als een crossover met Glory Rivals eventueel. Ook wellicht tegen Alina Pereira, zusje van Alex Pereira, dus. Dus dat zijn wel mooie dingen. Holy shit, dit is pas een partij waar ik naar uitkijk. Ja, ik heb het misschien al een keer eerder gezegd deze podcast, maar ook dit weer is een mooie partij: De Battle of the Turks. Echte groel Bayrak tegen Serkan ozgak uh, Vechten in een middengewicht in de min 85 kilogram divisie. Um, Beide Turken. Um, Beide hele spectaculaire vechters om naar te kijken. En ik weet dat ze er allebei heel veel zin in hebben. En ik denk dat het publiek daarvan gaat smullen. Het zijn gewoon echt twee knokkers waar we echt met genot naar gaan kijken. Laten we beginnen met Serkan Oscar Klayan. Uh, hij heeft natuurlijk een fantastisch debuut gemaakt tegen de Amerikaan Matt Baker in het uh, afgelopen Glory-evenement. Hij uh, sloeg Baker in de eerste ronde knock-out en hard. Ja, Baker had niets te zoeken in de ring met Oscar Klayan. Um, grappig, uh, Oscar Klayan was oorspronkelijk eigenlijk een heavyweight. Um, maar hij, nam, hij, hij droeg heel veel gewicht met zich mee, onnodig gewicht. En is dus gaan trainen, trainen, trainen. Uh, met letten op voeding, letten op krachttraining uh, alles erop en eraan en heeft zich dus uh, teruggewerkt naar het middengewicht het mooie daaraan is dat hij niet alleen in het middengewicht zit en dat hij daardoor het meest fitte in zijn leven ooit is hij heeft zijn power behouden en dat is belangrijk mensen willen kijken graag naar gevechten die eindigen in een knockout en ja, die Oskar Glyan, die heeft knockout power in zijn vuisten zitten dus dat maakt het echt een hele uh, mooie vechter om aan te kijken nou, tegen wie vecht hij? Hij vecht tegen Edgar uh, Bayrak. Edgar Bayrak, hele nuchtere vechter. Heel rustig. Echt een, echt een prof. Echt gewoon, ik kan, het is wel lachen. Um, uh, Oscar Glayan is in zijn persoonlijkheid juist heel enthousiast en uh, extravert. Uh, Bayrak is juist heel gereserveerd en, nou, ik wil niet zeggen introvert, maar hij is gewoon echt een rustige gast. En uh, dat maakt niet alleen dat dit gewoon een interessante uh, partij is aan zich, maar ook gewoon omdat. Ja, je hebt een clash van persoonlijkheden en clash in styles. Want hij heeft een, een hele andere vechtstijl als die, die Serkan heeft. Zijn veststijl is wat meer vergelijkbaar met die van Donovan van Wissen, de huidige kampioen binnen die gewichtsklasse ook. Uh, grappig feitje, is ook dat hij in zijn debuut, wat hij ook Donovan van Wissen heeft verslagen. Maar in ieder geval zijn veststijl is een beetje te vergelijken met Wissen als in hij combineert veel, eindigt met low kicks. Uh, heel compleet, links, rechts, knieën. Uh, hij, hij kan het allemaal. Over en weer vechten. Uh, hij kan technisch vechten. Hij kan brawlen. Hij kan het allemaal. En dat maakt hem gewoon ook een echt een spectaculaire vechter. aan te kijken, um, ja, zijn laatste gevecht is alweer uh, twee jaar geleden. Dat was voor de titel tegen de voormalige kampioen Alex Pereira. Helaas trok hij flink aan het kosten eind. Hij oogde ook een beetje nerveus en wat afwachtend. Um, ja, hij kreeg een stoot en hij kreeg gewoon geen ruimte om te herstellen. En dus uh, is hij aan het einde van de eerste ronde knock-out gegaan. En ik bedoel dan ook echt keihard knock-out gegaan. Um, ja, hij is gewoon gebrand om te winnen. Hij is echt gebrand om te winnen. Um, nou, wat is dan mijn voorspelling? Um, second Lockout heeft de KO in zijn handen zitten. Dus ik weet dat hij Barak kan knock-out slaan. Maar ik heb niet genoeg van hem gezien binnen de Glory Ring op het hoogste podium om, om, om te kunnen bepalen of hij ook meer dan die knockout power heeft, kan hij bijvoorbeeld met After Barak ook drie ronden lang gewoon volle bak vechten. Want ik weet dat Barak dat kan. Hij kan tot aan het einde van de ronde van de wedstrijd, kan die doorblijven knokken. Hij is ook een net wat completere vechter dan Oscar Glynn. Dus mijn gevoel zegt dat, dat als. Serkan Oscar Galahan in de eerste ronde met een knockout gaat, of in de tweede ronde misschien zelfs. Dan kan hij winnen. Gebeurt dat niet? Dan gaat, wat mij betreft, de winst naar Bayrak. En ik denk dat hij technisch iets meer savvy is dan Oscar Galahan. En daarom geef ik hem ook aan Bayrak. Um, ja. Als Bayrak wint, wat is next? Wat mij betreft, mag hij van mij een titelgevecht krijgen tegen Donner van Wissen, oftewel een rematch? Uh, is het dat niet? Dan mag hij tegen Cesar Almeida vechten, wat mij betreft. Um, en gewoon lekker meters maken in die ring. Ja, wat is next voor Serkan? Um, stel Serkan wint, ja dan natuurlijk, dan zou ik hem ook een titel shot geven. Wint hij niet, dan zou ik zeggen, ga ik een Jacob Stieben vechten. Of wat echt een fucking mooie partij is om te maken, is tegen Yusri Belgaroui. Een Nederlandse vechter, die natuurlijk inmiddels ook wel bekend is van MMA-partijen. Ook meerdere titelgevechten heeft gevochten. Iedere keer helaas naast het goud uh, gevist heeft. Um, maar ook Jursri, ja, hij komt ook van een verliespartij af, dus hij is ook gebrand om deze partij gewoon uh, te winnen dan. En uh, beide hebben gewoon een hele uh, creatieve, krachtige stijl in hun arsenaal. Dus wat dat betreft een hele mooie partij te maken. Ja, oorspronkelijk zou er een titelgevecht plaatsvinden tussen lichtzwaarwijd Artem Vakitov uit Rusland en de Nederlander Louis Tavares. Helaas is deze partij gecanceld. Ja, het uh, was een beladen wedstrijd. Oorspronkelijk ook een, een rematch. Negen uh, jaar in de making. Ja, en in uh, ja, een bijzondere wending uh, trok uh, Tavares zich terug uit de wedstrijd. Um, en de reden was dat hij zich niet prettig voelde bij deze wedstrijd: vanwege de oorlog tussen uh, Rusland en Oekraïne. Jammer, want de wedstrijd tussen Tavares en Vakitov was niet alleen een rematch die negen uh, jaar in de making was, maar uh, het was ook nog eens voor het goud en het licht zwaar Dus dat is erg zonde. Nou, omdat uh, Tavares zich uh, teruggetrokken had, vond Glory last minute een vervanging in de hakenees Tarek Kababes. Ja, Super mooi, echt, echt prachtig. Ja, want Kababes had altijd paraat om te knokken. Um, ja, omdat Kababes een zwaargewicht van oorsprong is en Vakritof een licht zwaargewicht is... zou de partij zich in een catchweight afgespeeld uh, hebben. Oftewel een afgesproken tussengewicht. Maar nog geen dag na de aankondiging dat Louis Tavares zich terugtrok uit de wedstrijd en Kababes zou invallen... Heeft ook Vakitov toch besloten om niet te vechten? Ja, erg jammer, want ja, zowel de oorspronkelijke als vervangende matchup zouden echt bizar spectaculair zijn geweest. Um, ja, en ja, niet alleen dat. Ik, kijk, uh, al een keer eerder gezegd, ook tijdens het vorige evenement waarbij uh, Vakitov tegen Pereira uh, vocht. Ja, Artem Vakitov is, wat mij betreft, pound for pound een van de beste vechters binnen Glory. En zelfs heeft hij ooit aangegeven dat hij tegen Rico Verhoeven zou willen vechten. Had ik heel graag willen zien. Want heel veel mensen zien Rico Verhoeven als de absolute top. Uh, ik zie Vakitov ook echt in dat plaatje thuis. En als die partij plaats zou plaatsvinden, ja, dat zou helemaal geweldig zijn natuurlijk. Maar ja, helaas gaat, uh, gaat het niet door. Helaas had het niet zo mogen zijn. Um, ja, hopelijk krijgt Glory het in de toekomst alsnog voor elkaar. Om het gevecht tussen Tavares en Vakitov te realiseren. Um, ja, ondanks dat de wedstrijd niet doorgaat... Alsnog, we hebben twee hele dikke main event fights. Um, ja, Badr Hari uh, tegen Arik Wrocek, Levi Richters tegen Jamal Bensadik. Ja, we gaan naar de main events. Dit is waar uh, veel, uh, veel fans naar, uh, naar uitkijken. De partij tussen Badr Hari en Ar Arkadius Wrocek En de partij tussen Jamal Bensadik en Levi Richters. We gaan beginnen met... De eerste partij, Baddahari uit Marokko tegen de Pool Arkadius Brocek. Deze partij vindt plaats binnen het zwaargewicht. Oftewel de plus 95 kilogram divisie. En um, ja, dit is een rematch zoals iedereen inmiddels weet. En ja, de laatste partij was bizar. Uh, Baddahari was die wedstrijd compleet aan het domineren. Hij had nog één knockdown nodig en dan had hij de partij gewonnen. Um, en in de laatste ronde, Akadis Wojciech trekt zijn benen omhoog en trapt Badr Hari knock-out. Ja, dit was echt wel een van de bizarste comeback KO's sinds Andy Rissi tegen David Kiria in 2014, waarbij een vergelijkbare situatie ontstond. Ja, echt heel erg bizar. Um, ja, Badr Hari heel bewust om deze rematch gevraagd. Ja, dus uh, wat ik in een vorige podcast al zei: Bother asks, Bother gets. Dus uh, wat dat betreft, hij heeft de kans om zichzelf weer te bewijzen. Um, in de persconferentie was Badder niet aanwezig. Um, hij wilde zich 100% focussen op zijn training. En ik denk ook dat dat op zich wel een goede keuze is geweest. Uh, niet alleen omdat hij dan focus op zijn training uh, is. Is er wel? Praat iedereen over hem. Is Badder er niet? Praten mensen alsnog over hem. Dus in die zin heeft hij weer een statement gemaakt en zijn mensen weer over hem aan het praten. Ja, Badder Hari. Ja, weet je. Um, ja, het is gewoon heel uh, zonde voor hem dat hij die wedstrijd niet gewonnen heeft. Want hij is, heeft al sinds 2015 niet meer gewonnen. En mensen vragen zich echt af: van moet hij nog wel vechten? Um, ja, ik, ik denk wel dat als hij nog serieus wil genomen worden als een title contender, dat hij, dat, ja, dan wordt het wel echt tijd om te winnen. Uh, het scheelt, hij heeft een meerjarig contract getekend bij Glory, oftewel hij zal nog wel partijen blijven draaien. Ik denk ook voor Glory heel belangrijk dat hij, uh, dat hij gewoon gewoon ga lekker gaat blijven vechten. Want ja, hij, hij, hij zorgt gewoon dat mensen kijken naar, uh, naar het kickboksen. Dus in die zin uh, hartstikke mooie set van Glory. Tegelijkertijd voor Hari ook gewoon uh, het moment om te zeggen. Nu ga ik shinen, nu moet ik winnen, nu ga ik winnen. En eventueel nog die laatste run voor de title gaan uh, pakken. Um, en ik denk ook wel. Ja, uh, um, dat het voor het publiek gewoon heel mooi is om te zien dat hij weer wint. Zodat hij dan ook weer uiteindelijk die derde wedstrijd tegen Rico kan gaan forceren. Um, ja, wat moet ik uitleggen voor Badr Hari's vechtstel? Ik denk dat iedereen natuurlijk al weet. Bij Badr -Hari gaat alles hard. Alles explosief. Alles uh, heeft de potentie om jou neer te slaan en knock-out te laten gaan. Uh, kwam in de vorige ook heel goed naar voren. Hij deed eigenlijk alles goed tot het mis ging. Dus eigenlijk uh, wat mij betreft het advies van ba uh, aan Badr -Hari is hou je dekking hoog. Uh, laat niets aan het toeval over. Arkadius Wrocek. Ja, hij komt dus natuurlijk van een wedstrijd af waarbij hij Badr Hari knock-out heeft getrapt. Dus ja, hij komt met een berg zelfvertrouwen die wedstrijd in. En ik verwacht dat hij daarom ook veel dominanter naar voren gaat vechten. Ehm... Um, ja, en ik denk dat, dat, dat hij ook met zijn trainer gewoon een, een perfecte gameplan heeft uh, gemaakt. Wat hij natuurlijk ook in die eerste, eerste wedstrijd ook gewoon ervaren heeft... hoe sterk Badr is, wat hij allemaal kan. Dus ik verwacht dat zij gewoon een uh, nog betere gameplan hebben dan de laatste keer. Um, en dan gaan we dus zien uh, of die gameplan uitgevoerd kan worden. Want Badr -Hari heeft natuurlijk ook een nieuwe gameplan. En hij, heeft, hij is natuurlijk nog meer gebrand om te winnen. Brocek heeft ook gezegd dat hij nog nooit een rematch heeft verloren. En uh, we gaan het in deze wedstrijd zien. Gaat het hem lukken? ...om deze wedstrijd weer naar zich toe te trekken. Nou, mijn voorspelling... Um, ...ja, mijn voorspelling is gewoon Badr Hari. Waarom? Eigenlijk om alle redenen die ik eerder heb gezegd. Um, hij is gewoon gebrand om deze wedstrijd te winnen. Hij uh, wil graag winnen omdat hij nog één keer voor die titel wil gaan. Um, hij heeft laten zien dat hij nog steeds de power in zich heeft zitten. Hij moet gewoon zorgen dat hij niet neergaat. En ik denk, als het hem dat lukt... Ja, what is next? Ja... Geef hem dus gewoon. Je moet, weet je wat het is? Je moet Bader Hari een betekenisvolle partij geven. Je moet een, een wedstrijd geven waar mensen echt naar uitkijken. Dus ik zou bijvoorbeeld wel heel tof willen zien om een rematch uh, te krijgen, dat hij een rematch krijgt met Benjamin Adikboye. Benjamin Adikboye komt ook natuurlijk van een verliespartij af, ook een knockout los. Dus in die zin, beide vechters willen graag uh, een winspartij pakken. Dus dit is echt wel een mooie wedstrijd om te maken, omdat Bader Hari van dezezelfde Benjamin Adikboye heeft verloren. Um, Promotie-wise is uh, Levi Richters wellicht wel een interessante partij. Um, ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Eventueel ook nog een rematch met Gökhan Saki kan interessant zijn. Aangezien Gökhan Saki getekend is weer bij Glory. Uh, maar ik verwacht niet dat Glory uh, 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 nu al wil dat de Saki-train stopt, want... Um, mocht mochten ze tegen elkaar vechten en Badr Hari wint, ja hij heeft Saki verloren en hij heeft nu echt al die hype achter zich staan, ik verwacht dat ze Saki gaan bouwen en uiteindelijk ook voor gaan uh, zorgen dat hij dadelijk ook weer een titelpartij tegen Rico Hoeven kan krijgen ja, als, als, als Glory echt gek wil doen, ja dan is misschien wel een superfight met Alistair Overeem interessant, want natuurlijk hebben ze al twee keer eerder tegen elkaar gewonnen beide vechters hebben één winstpartij over elkaar, allebei met een knockout dus ja, dan is een derde partij gewoon echt uh, een mooie, mooie conclusie van hun uh, trilogie ja, what is next voor uh, Rojek? Rojek, ja, een partij tegen Levi Richter zou inderdaad gewoon mooi kunnen zijn. Allebei talentvolle jongens. Uh, eventueel ook tegen Jamal Ben Sedik, mocht hij winnen. Uh, dat zou, zou een mooie partij zijn om te maken. Maar ik denk dat hij helaas aan het kosten eind gaat trekken. Dus ja, laat hem gewoon weer tegen jongens vechten die wat lager in de ranking staan. Denk ook aan de Nordin Mahidin. Uh, ja, dat zijn wel mooie wedstrijden om te maken. The main event of the evening: Jamal Ben Sadiq tegen de Nederlander Levi Richters. Ook deze partij vindt plaats in het zwaargewicht, oftewel de plus 95 kilogram divisie van Glory. Ja, dit is een thuiswedstrijd voor Jamal Ben Sadiq. Speelt zich af in België. Um, ja, Kan er voor, kan er nadeel zijn. Uh, natuurlijk de druk die erbij komt kijken. Maar het kan ook zijn dat je natuurlijk alle support van alle fans krijgt. Waardoor je dus het gevoel hebt dat je de wereld aan kan. Um, Levi Richters, nuchter Hollander. Ja, hij laat zich niet zo makkelijk intimideren, dus uh, ja, dit is wel echt een mooie wedstrijd om naar te kijken en uh, iets waar ik ook echt uh, heel erg, waar ik in ieder geval heel erg naar uitkijk. Nou, Jamal Ben komt natuurlijk af van het uh, gevecht van de eeuw met Rik Hoeven. bizarre partij waarbij eigenlijk een Rocky-film in de ring plaatsvond. Uh, op dat moment natuurlijk, hij had die wedstrijd verloren, maar ja, wat hij al zei, ja, ook al heeft hij verloren, het publiek was de grote winnaar en uh, hij wil graag een rematch en om die rematch te kunnen krijgen moet hij gaan winnen. En waar is hij op gebrand? Winnen van Levi Richters. En als dat gebeurt, wellicht komt er daarna weer een titelpartij uh, uit de doeken uh, tevoren geschenen. Um, ja, er werd hem ook gevraagd: van, Zou je ook met Badr Hari willen vechten? En dat vond ik wel een grappige vraag, want hij heeft inderdaad ooit Badr Hari uitgedaagd. Maar hij heeft zelf aangegeven: Ja, weet je, die focus is even weg. Ik wil die, tit die titel pakken. De titel is Berico. Dus om bij Rico te komen, moet ik Levi in ieder geval verslaan. Daar ga ik me op focussen. En dan kijken we wel. Als ik die titel heb en Badder Hari wil die titel hebben, ja, dan zou Badder Hari inderdaad ooit hem moeten uitdagen. En als dat gebeurt, ja, natuurlijk een uh, spectaculaire wedstrijd. Uh, maar we gaan niet vooruitkijken. We gaan eerst kijken naar deze wedstrijd. En dat is de wedstrijd tegen Levi Richters. Normaal gesproken had ik gezegd: gebruik je lengte om Levi Richters op afstand te houden. Maar tijdens de persconferentie stonden ze tegenover elkaar. En wat bleek? Ze zijn gewoon net zo lang. Dat, 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 dat had niemand verwacht. Want Jamel Benson, die staat erom bekend dat hij de Goliath is. Die grote jongen die groter is dan Rico Verhoeven. Dus uh, dat was al bijzonder om te zien. Nou, wat moet hij dan doen? Hij moet echt laten zien dat hij de basis is in de ring. Uh, niet op basis van lengte, maar op basis van kracht en ervaring. En. Um, en wat ik daarmee wil zeggen is, de power heeft hij, maar hij heeft ook de ervaring om op het hoogste podium te staan. Voor Levi is dit eigenlijk de eerste keer dat hij het hoofdprogramma is. En uh, dus voor hem is het natuurlijk de eerste keer dat hij ook tegen iemand van het niveau van uh, Jamal Ben Sedik staat. Dus wat dat betreft uh, heeft Ben Sadiq eigenlijk alles met zich mee. Uh, zware stoten en wat ook wel in de vorige, in, in de, laat ik het zo zeggen, in de partij van Levy Richters tegen Tarek Kebabes... zag je dat Richters moeite had met de zware stoten van Tarek... Uh, dus moet je nagaan als Jamal die met zware stoten naar het hoofd van Levi gaat. Moet hij wel, uh, als hij dat wil, moet hij daar echt meteen voor gaan of doseren. Want ja, zijn conditie is niet altijd het beste geweest. Wat, wat een soort terugkerend verschijnsel is dat hij vaak na twee ronden leeg loopt. Uh, dus ik zou zeggen of zorgen dat je hem knock-out slaat of doseer je stoten. Ja, Levi Richters. Ja, mensen zien hem een beetje als de opvolger van huidig kampioen Rieke Verhoeven. Um, ja, mensen noemen hem inmiddels de nieuwe Prince of Kickboxing. Ik vraag me af, is dat terecht? Ik bedoel, ja, hij, hij, hij is een groot talent maar maar één verliespartij in zijn carrière. Uh, tegen Tarek Babes was ik natuurlijk geen makkie, maar toch. Um, hij heeft uh, uh, ja, mooie winstpartijen geboekt. Een toernooi heeft zijn naam geschreven. Uh, maar dit wordt echt zijn echte eerste grote test. Jamal Ben Sadiq, letterlijk zijn eerste grote test. Um, de nummer twee vechter op dit moment in de Glory Ranking. Dus, dit wordt echt een partij waar, uh, waar veel vuurwerk vanaf gaat spatten. En uh, ja, waar hij natuurlijk echt uh, op gebrand is om, uh, om die partij te winnen. Um, ja, de vechtstijl van Levi Richters is heel erg all-round. Hij heeft een hele diverse vechtstijl. Hij heeft knockouts met stoten. Hij heeft knockouts met front kicks. Hij heeft knockouts met low kicks. Um, ja, hij is gewoon echt een hele sterke vechter. Hoewel hij dat natuurlijk allemaal kan. Denk ik dat hij bij Jamal Ben juist heel onround moet vechten en punten pakken. En um, ja, hij moet gewoon zorgen dat hij die, die heavy shots countert. Jamal moe laten worden. En pas, net als wat Rico heeft gedaan, pas later in de wedstrijd die KO forceren. Op het moment dat Jamal Ben een beetje moe begint te worden. Ja, als Levi Richters wint, ja, dat kan hem echt naar sterren dom schieten. Dan heeft hij inderdaad de kans om echt een superster te worden. Um, en als hij dan zou winnen nog één partij en dan een gevecht voor de titel, ja, dat zou niet misstaan. Echter is mijn voorspelling dat Jamal Ben toch gaat winnen. En ik denk zelfs op een knock-out. En ja, wat ik al zei, dat heeft vooral te maken met zijn power, met zijn ervaring. En ja, wat is dan next voor Jamal Ben -Siddiq? Ja, ik, wat ik al zei, um, hij wil natuurlijk uiteindelijk een titelgevecht tegen Rieke Verhoeven krijgen. Um, ik weet niet of dat de eerste partij is die gemaakt moet worden. Als dat niet zo is, dan zou een wedstrijd tegen Benjamin Adick Bui misschien wel mooi zijn. Hij stond daar oorspronkelijk ook... Uh, uh, zou oorspronkelijk ook tegen hem vechten. Alleen door een uitvalpartij uh, kon die wedstrijd niet doorgaan. Wat is next voor Levi? Um, ik denk, laat Levi tegen een vechter als Arkadis Rocek uh, vechten. Laat hem nog even bouwen. Laat hem even groeien in zijn carrière. Hij moet niet meteen... Uh, voor die titel gaan. Hij moet niet meteen voor de aller, allerbeste vechters in de divisie gaan. Laat hem eerst even langzaam uh, groeien tot hij uiteindelijk ready is voor een titelpartij. Dat denk ik dat de beste keuze is voor, uh, voor Levi Richters. Ja, dit was het weer. Dit was de Glory, de Glory 80 Preview Show. Ik heb echt super veel zin in dit evenement. Um, geweldige vechters, geweldige partijen. Um, Heel veel Fight of the Night contenders zitten in er deze, in deze fight card. Dus nogmaals, hulde aan Robbie Timmers voor de matchmaking. En uh, ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar wat jullie van, deze, van dit evenement vinden. Wie denken jullie dat er gaat winnen? Laat het mij weten. Laat het mij weten. En dan uh, zal ik daarop reageren. Ja, wat hebben we in het vooruitzicht? We hebben natuurlijk uh, naast Glory 80 aankomende zaterdag ook Glory Rivals in het vooruitzicht. Glory Rivals is natuurlijk de samenwerking tussen Glory en andere kickboxorganisaties. Ze hebben het eerste evenement aangekondigd. dus is een samenwerking met Enfusion. Deze vindt plaats op 21 mei um, en daar zijn al partijen voor aangekondigd, waaronder Harut Grigorian, voormalig Glory Welterweg kampioen, tegen Andy Semmleer. Echt een Knalpartijen die ze geboekt hebben. En echt een wedstrijd waar ik enorm naar uitkijk. Daarnaast hebben we op 26 maart ook nog eens 1FC's 1X. Um, bijzondere bijzondere fightcard. Waarom? Omdat daarbij MMA-gevechten worden gecombineerd met kickboxgevechten. En uh, wie staat er op de fightcard? Nou, voor heel veel mensen misschien wel bekend: Nederlander en voormalig Glory Welterweight-kampioen Niki Holtsken staat op de fightcard. Hij vecht tegen Islam Murtazayev, als ik het goed uitspreek. Daarnaast hebben we ook nog een titelgevecht op het lichtgewicht, tussen de Thai Superbon en de Armeens Belgische vechter Marat Grigorian, voormalig glory lichtgewichtkampioen ook. Daarnaast ook nog eens de finale van het lichtgewicht uh, toernooi tussen voormalig Glory lichtgewichtkampioen Sitichai uit Thailand en Chingis Allesov. Als laatste hebben we ook nog een hele bijzondere partij tussen de Thai Rotang en de Amerikaan Demetrius Johnson. Hele bijzondere wedstrijd. Waarom? Uh, Dimitri Johnson is een MMA-vechter. Uh, Rotang is juist een Muay Thai- en kickboxer. Um, en zij vechten op een hele, op, met speciale regels. Namelijk één ronde doen ze kickboxen, één ronde doen ze MMA, andere ronde weer kickboxen, andere ronde weer MMA enzovoort. En uh, ja, dat is gewoon een wedstrijd die echt puur gemaakt is voor de fun, voor de fans. Uh, en uh, het zijn twee vechters die compleet andere vechtstijlen hebben. Maar mensen kijken er gewoon heel erg naar uit. Dus het is ook wel gewoon. Eigenlijk gewoon uh, puur voor de fans, dus hier gaan we gewoon uh, ook lekker naar uitkijken. We zijn alweer aangekomen bij het einde van de podcast. Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben benieuwd wat jullie ook van de voorspellingen vinden. Ik ben ook benieuwd uh, wat jullie voorspellingen zijn. Dus zet dat alsjeblieft in het commentaar en dan zal ik daar ook weer op reageren. Um, ja, vond je de podcast tof. Like volg en deel deze met je vrienden, familie en kennissen. Iedereen die kickboxen kent. Want ja, samen gaan we de pracht en praal van deze sport verspreiden. Dus uh, ja, volg me op YouTube, Instagram en Twitter. En dan uh, hoor ik jullie weer bij de volgende podcast. En dat zal natuurlijk een nabespreking zijn van Glory 80. Later!